nergens aan. Ik heb pukkels op mijn armen, vreemde krampen in mijn darmen en een kriebel in mijn keel. Zeg eens aan, zeg eens aan. Ik heb vlekken voor mijn ogen, tepelkloven van het zogen. En ik plas de laatste tijd wel heel erg veel. Is er soms iets met mijn nieren? Zijn het schild of andere kleren? Dokter, kijk eens naar mijn buik. Heb ik soms iets aan mijn longen? Is die ader soms gesprongen? En ik ruik de laatste tijd niets als ik ruik. Zeg eens aan, zeg eens aan. Heb ik suiker of is het kaak? Waarom kwijl ik als ik zever? Ik heb heel wat op mijn lever. Zeg eens aan, zeg eens aan, zeg eens aan. Zeg eens aan. Hallo Mientje. Hallo. Zo, hier brandt de kachel, zeg. Zo, zijn jullie opgeschoten? Nou, gaat wel. Het was stervens koud op het water. Ja. Mijn hand was op het laatst zelf een klauwhamer. Ja, het was eigenlijk niet te doen, niet? Wat hebben jullie dan de hele dag uitgevoerd? Dat gaat. Oh, ik ruik het al. Wat ruik je nou wel? Een kegel en mist. Jullie hebben zeker bij de boeren op de deel zitten pimpelen, hè? Eén glaasje, om warm te worden. Eén glaasje. Nou, twee glaasjes dan, om lekker warm te worden. Ja. Drie, om heel erg lekker warm te worden. Nou, het is goed. De volgende keer als jullie het koud hebben, dan vraag je maar een glaasje warme melk. Hebben we gedaan, hè, Joop? Ja, maar hij had geen melk meer. Alles zat in de tank en toen hebben we maar een borreltje genomen. Ja. Ja, het drong zo aan. Ja, je moet toch wat, hè, met die kou? Maar wat krijgen we nou? Jij bent blauw. Zeg, wat zullen we nou hebben? Ja. Ik heb de hele dag nog geen druppel aangeraakt, hoor. Nee, maar je hoofd, of ziet het nou verkeerd, Joop? Nee, je ziet het goed. Staat je heel erg mooi, Mientje. Hartstikke uit de kunst. Jij wil zeker weer blijven eten, hè? Oh, als dat zou kunnen, hè. Ja. Annie is naar Nijles vanavond. Oh. Hé, hey, ik dacht anders dat Annie... Kals! Op figuur zagen wat? Ja, nou, stel ik je lolbroeken, ga dan alsjeblieft naar de kamer, dan zet ik even het eten op. Hé, hey, een lekker koppie, warme melk. Nou, nog eentje dan. Dat is voor morgen zeker, hè? Ja, dat is rijst om over het bruidspaar te gooien. Eerst eentje diagonaal lijken. Ja, oké. Okay. Ja. Hé, hey, ho, wacht eventjes, wat gaan we doen, zeg? Nee hoor, geen slingers. Hè? Waarom niet? Het staat toch heel feestelijk? Ja, nee, ik wil alleen maar bloemen. En ik ga trouwen, dus ik mag het zeggen. Maar ik ga toch ook trouwen? Ja, maar jij mag het niet zeggen. Nou, dat, mijn beste John, dat is nou het essentiële verschil tussen man en vrouw. Maar daar kom je nog wel achter. Nou, daar ben ik al lang achter. Daar heb ik me ook al bij neergelegd, hoor. Mooi zo. Nee, luister, lieverd. Ik bedoel, ik vind het vriendelijk, maar... Kijk, met slingers vind ik het net een soort verjaarspartijtje van de kleuterjuf worden of zo. Ik schenk je dit boeketje rode rozen. Oh. Eén voor elke. Wat vind je daarvan, hè? Wat prachtig. Ach, lieverd, dat je niet hoeven doen. Dat heb ik ook niet gedaan. Oh nee? Van wie zijn ze dan? Annemarie. Voor de night before. Maak er wat moois van, je Annemarie. Ach, oh, die meid is hartstikke gek ook. Mooi, die Annemarie, dat is jouw getuige, hè? Ja, samen met Roger. Maar die ken ik allebei nog niet. Nou, maak dan je borst maar nat, jongen. Eventjes recapituleren. Jongens, de taart, die is besteld. Wordt hier naartoe gebracht, niet naar de receptie. Dat moeten we nog wel even checken, hoor. Nee, dat hoeft niet. Dat heb ik gedaan en het is in orde. Ah, prima. Goed. Nou, wie gaan er dan allemaal naar de trouwerij mee hier naartoe? Nou, de burgemeester natuurlijk. Mm. Nou, wij allemaal, Cosemien... Mama en meneer Buis. Ja. Oh, dat is misschien wel leuk. Misschien wordt het wat moois tussen die twee. Ja, dat zou leuk zijn. Heb jij trouwens aan Annie en Jopie gedacht? Nee, zeg. Dat is goed dat je dat zegt. Die zal ik meteen even bellen. Annie en Jopie, moeten die er ook bij? Ja, natuurlijk. Jo, Annie is de zus van Mine. Bovendien, ze heeft hier ook gewerkt. Is dat niet een beetje laat dan nou? Ben je gek, ik kleed dat heel tactisch in. Nou, ik geloof dat mijn stoel klaar is, hè? Hoe vinden jullie hem? Prachtig, Riep. Waar zet je hem neer? Ja, dat weet ik nog niet. Even tante Lidie vragen. Nou, daar is niemand thuis. Misschien moet ik even bij de dobbelstenen proberen. Briljant idee. Ja, dokter Windmijn. Oh, dat zullen ze enig vinden. Ja hoor. Nee, Annie is er niet. Die is daar naar naailes. Maar Jopie die zit hier, dus zal ik het wel even zeggen, goed? Bent u ook zo verschrikkelijk opgewonden? Ik hoop dat ik vannacht kan slapen. Goed hoor, doei! Oh, wat aardig. Kijk Joop, ja? Hier en hier. En dan maak ik zo die verbinding hier met de zwaluwstaartje. Krijg je het nooit meer los? Prima. Hierop, zo.
Alsjeblieft. Ah, lekker, dankjewel. Zo, ben je van de redijs af, Koos? Niet over lullen. Ah, hij is al 2 kilo aangekomen. Hij doet helemaal niks meer aan, hoor. Slappeling. Ja, volgende week begin ik weer. Ach, dat heeft toch helemaal geen nut meer? Zou iets moet je goed doen. Vraag maar aan de dokter. Het vliegt eraf, maar het vliegt er net zo hard weer aan. Ja, zullen we er nou even over ophouden? Ja, dankjewel. Oh, nou, voor mij zou je er niks meer over horen, hoor. Oh ja, Joop, moet je horen, voor ik het vergeet. Het was de dokter net. Naast het huis en voor de receptie, dan gaan we met de familie en een stelletje intimiteiten naar het huis van de en dan wordt de bruidstaart afgesneden. En dan hebben ze jou en Annie ook uitgenodigd. Oh, beetje laat, hè? Ja. Meneer Schelda, gaan we daar praten? Ze hebben je een heleboel keren gebeld, maar je was er niet, dus. Klopt. Nou, geef mij ook maar een glaasje van het een of ander. Oké, wat wil je hebben? Bessie maar. Bessie. Hey. Nou, hey, dan gaat het allemaal gebeuren, hè? Oh, ja. Geweldig, hè? Het wordt echt een feest, hoor. Jazeker. En weet je wat er zo toevallig is, Joop? Nou? Luister maar eens goed, Joop. Nou, moet je horen, hè? Precies op de dag dat Wiep en dokter Jan met elkaar in het huwelijk treden, ben ik 25 jaar bij de dokter op de kop af. Nou, hoe vind je dat? Dat is ook toevallig. Ja, ja, maar even zo goed doen ze er niks aan. Wat zeg je me daarvan? Ze is het gewoon vergeten. Ach, wel nee. Ze is niet vergeten, ze weet het niet meer. Nou, ik zie dat verschil niet hoor. Maar ik vind ook dat iemand zich 25 jaar voor je uit de naad hebt gewerkt. Ach, Koos Dobbelsteen overdrijft niet zo. Uit de naad gewerkt. Uit de naad heb gewerkt. Dan moet je dat niet vergeten. Dan mag er best wat tegenover staan, vind ik. Ja, daar heb je gelijk in, Mintje. Er staat er maar tegenover. Ik heb 25 jaar lang een vorstelijk salaris genoten. Ja, en morgen, dan doe ik gewoon of het ook een beetje mijn feestje is. Proost! Ga je vanavond nog terug naar Hoorn of wat hebben jullie afgesproken? Nee, Pien en Pimmetje komen hier naartoe. Zeg je nou, hè schat, waarom heb je dat nou niet even eerder gezegd? Hoe bedoel je? Nou ja, nou, geef niks. Ik improviseer wel wat in Hans' studeerkamer. Nee, dat is helemaal niet nodig. Ik heb een hotel voor ze besproken. Een hotel? Hè? Nee, nee hoor, dat vind ik een vervelend idee. Nou, dat moet je niet vinden. Pien wilde zelf liever in een hotel. Kan ik mij best voorstellen. Oh ja. Vind ik wel beter zo. Ja, natuurlijk. Nee, dat moeten jullie ook helemaal zelf weten. Ik zal me er niet mee bemoeien. Maar is er misschien een kansje dat het weer goed komt tussen jou en Pien? Nou, we moeten maar niks overhaasten, hè, lijkt me. Ja, nee. Ik moet voor mezelf ook nog wel een paar dingetjes op een rijtje zetten. Ja, nee, nee. Natuurlijk, ik zeg toch ook al, ik zou me er niet mee bemoeien. Hmm. Ik heb in ieder geval wel besloten om voorlopig in Nederland te blijven. Oh, dat is heerlijk. Oh, schat. Oh, dan kun je bij ons in de praktijk komen. Ja, dan gaan we die met z'n drieën doen. Ja, en dan doet Pien, die doet de fysiotherapie. Nou, en dan kan mevrouw Dobbelsteen, die kan een Pimmetje passen. En ik natuurlijk, als ik geen dienst heb. En dan kunnen Pien en jij... Niet overhaasten, hadden we toch afgesproken, moeder? Ja, nee. Oh, maar dat zou wel zo fijn zijn. Daar heb je ze. Waar is mama? Die is er niet. Ik heb 2 uur op Schiphol staan wachten. Ze zat gewoon niet in dat vliegtuig. Niet opgebeld, geen boodschap achtergelaten, helemaal niets. Het is niet te geloven. Ja, maar misschien is er wat gebeurd. Ja, natuurlijk is er wat gebeurd. Er gebeurt toch altijd wat met Sansi. Het is mijn eigen zuster, maar soms zou ik haar wel kunnen vermoorden. Nou, dat vind ik geen punt, maar wacht even tot na het huwelijk, hè? En ook hier geen boodschap achtergelaten. Nee, nee hoor, niet dat ik weet. Geen greintje verantwoordelijkheidsgevoel. Nooit gehad ook. Nou, kalm nou maar. Hier, neem nou maar eerst eens even rustig een kopje koffie. Hè. God, als er nou maar niks akeligs gebeurd is. Nou ja, mama loopt toch een leven lang al in 7 sloten tegelijk. Maar die komt altijd weer op de pootjes terecht. Ja. Echt waar, mark my words, die komt morgen binnen met een schitterend verhaal. Nou ja, laten we dat dan maar hopen. Wil jij nog koffie? Nee, dankjewel. Ik zal jullie wat anders vertellen. Ik heb morgen een zware dag voor de boeg. Ik ga vroeg mijn bed in. Goed idee, ik ga mee. Welterusten, Lara. Welterusten, John. Wacht even, John. Ik slaap vanavond boven bij oom Hans en tante Lidi. Ja, maar dat is zo'n akelig smal bedje. Dan slaap ik zo rot. Ik heb morgen ook een zware dag. Jawel, maar jij hebt het hele grote 2-persoonsbed hiernaast helemaal tot je beschikking. Want ik wil mijn laatste nacht van mijn jonge meisjesjaren in mijn eigen bedje slapen, alleen. Wat is dat nou voor belachelijk ouderwets gedoe? Bovendien, Gert-Jan slaapt toch in die kamer? Nee, dat is allemaal al lang geregeld. Gert-Jan slaapt vanavond op de bank, hè, Gert-Jan?
Ja, ja, natuurlijk. Voor de eer en de goede naam van mijn geliefde nicht heb ik alles over. Ja, nou ja, oké. Genoeg gelachen. Ik was er bijna in getrapt, zeg. Ga nou maar mee. Nee, luister, ik ben hartstikke serieus. Ik bedoel, ik heb er mijn leven lang al van gedroomd om tenminste één keer in mijn leven van een hoge trap naar beneden te komen zweven, om dan te worden opgevangen in de sterke armen van mijn toekomstig echtgenoot. Dus, wel trusten. Goede meid. Nou, die is echt gek geworden. Maar ik weet wel hoe dat komt. Dat komt door de verderfelijke invloed van de honeymoonquiz. Idioot hoor, dat we nou nog steeds niks van Sansi gehoord hebben. Je zegt het. Ja, maar lieverd, moeten we nou niet eens de politie bellen? Ach, wel nee. En trouwens, ik bel niemand meer. Ik heb Schiphol gebeld, ik heb de flat gebeld in Parijs, ik heb de vriend gebeld in Rome, ik heb die Turk gebeld in New York. Ze is nergens te vinden. Ik ben uitgebeld. Ja, lieverd, maar ik maak me nou zo ongerust. Ja, ik ook, natuurlijk. Verdorie, het is toch altijd hetzelfde met die rotmeid? Straks dan heeft zij natuurlijk weer een waanzinnige tijd gehad en wij allemaal de zenuwen. Ja, nou, en? Hoe vind je me? Oh, ik vind hem beeldig. Ja? Ja, hij staat je fantastisch, schat. Ja, ja, het was even een uitgave. Even een uitgave? Een investering zul je bedoelen. Maar gelukkig wel een hele goeie. Ja, wat is dat nou? Wat? Nee, sta eens even stil, laat eens even kijken. Goed, schat, je been komt er doorheen. Hè? Oh, er zitten twee motgaatjes. Motgaatjes? Hoe kan dat nou? Nou ja, een mot misschien. En wat nou? Ja, nou, het is geen tijd meer om het nou onzichtbaar te laten stoppen. Trek maar uit, trek maar een ander pak aan. Nee, ik trek geen ander pak aan. Ik ga een jaket. Op uitzonderlijk verzoek van de bruid. Ja, maar schat, je loopt voor gek. Ach, wel nee. Ja, moet je nou kijken, ik kan er helemaal in. Nou, Emily, die hou nou toch op. Dat vind ik echt vervelend, hoor. Had je mijn jaket nou niet even kunnen nakijken? Nou, zeg, die is ook goed. Heb jij mijn pak soms nagekeken? Hè? Dit is het helemaal niet het moment om een discussie aan te gaan over de emancipatie. Kan mevrouw Dobbelsteen dan niet iets improviseren? Schat, die gaat toch meteen door naar het stadhuis? Dan doe ik het zelf. Hé, nee, toe, Hans. Wacht nou even. Schat, doe nou niet zo nuffig. Hé, lieverd, stel je nou niet zo aan, Hans. Hans, wacht nou even, schat. Misschien kan... Wat doe je nou? Ik herstel de gaten in mijn broek. Als je het eronder zwart maakt, zie je er geen bal van. Je bent een genie. Inderdaad. Het jonge bruidje roept mij, wat heerlijk. Oh, ik kom! Ja. Ken ik u? Ja, ik heet John Wijntak. Ja. Is Wiep Lansberg toevallig, misschien heel toevallig, aanwezig? Ik zal eens even kijken of ze er is. Wiepie! Er is een jonge heer voor je aan de deur. Nou, het gaat gebeuren, hè? Ben je zenuwachtig? Ja, daar is ze. Oh. Oh. Oh, schat, je bent een wonder. Ach, een mens doet wat hij kan, nietwaar? Nou, is reuze handig hoor, getuigen op mijn huwelijk die ook zo goed kan na... Nou ja, die ook zo handig is met naald en draad. Sta stil, anders prik ik je in je bil bij het afhechten. Hé, hey, zijn jullie klaar? We moeten echt opschieten hoor. Nou ja, dat noemen ze nou een godspe. Ze is klaar. Nou. Waar gaat-ie? Ja? Nou, 1, 2, hups! Hups! Zo! Nou, voorzichtig. Nou, dan ga ik richting de deur, ja? Ai. Wat ben je toch een beeld. Ik ben gewoon jaloers, hoor. Ja, dat hoor ik wel vaker. Ja. Niet op jou. Ik ben jaloers op haar. Zeg, pas op, hoor. En dat is Gert-Jan. Hallo, leuk je te ontmoeten. En dit is onze ex-buurman, onze zeer gewaardeerde huisvriend, de heer Buis.
Buitengewoon genoegen kennis met u te mogen maken, madame. Met een scheetje van een man is dat. Annemarie is heel direct, hoor. Ja, geen enkel bezwaar tegen. Jij weet niet wat je zegt. Waar is Wiep eigenlijk? Gevlucht? Ja. Oh, Wiep bij de piep. Wat zie je er waanzinnig uit, hoor. De Wauwie. Hoi. Oh, had je er net moeten zien. Toen was ze pas echt de Wauwie, hè, John? Dames en heren, mag ik even uw aandacht. Het is tijd om te gaan. De auto's staan klaar buiten. Laten we vertrekken. Ja. Ja, kom op. Wat zijn ja. Is mevrouw Dobbersin vandaag jarig? Nee, mam, nee. Ik leg het je zo meteen wel uit. Straks, mam, we gaan eerst even trouwen. Gaan we vast naar de auto. Ik kom er dan. Hans, wacht nou even. Wat moeten we nou met Sansi? Zometeen komt ze voor een dichte deur. Wat? Ja, nou, daar kan ik echt niks aan doen. Ik bedoel, wat wil je dan dat ik doe? Ja, maar schat, ze zit natuurlijk verschrikkelijk in de piepzak. We kunnen er toch niet zo aan de lot overlaten? Ja, wat moeten we dan doen? Een briefje aan de deur hangen? He, we zijn naar het stadhuis, even trouwen. Ja, nou, ja, maar... Als ik nu eens hier bleef om Sansi op te vangen. Oh ja, ja, dat is verschrikkelijk. Nee, dat kan natuurlijk niet. Nee, u moet mee naar de trouwerij. Nou, weet u, als verstokte vrijgezel ben ik niet zo erg dol op stadhuizen. En als het enigszins kan, blijf ik buiten de trouwzaal. En bovendien kan ik dan een oogje op de taart houden. Oh, wat heerlijk. Zit ik met een opgelucht hart in de trouwzaal. Lidie, meneer Buijs, we moeten echt gaan. Ja, schat, meneer Buijs is zo lief om hier even op Sansi te wachten. Oh, dat is fijn. Ja. Van de taart afblijven, hoor. Dat kan ik jullie niet beloven. En dan vraag ik u nu, geacht bruidspaar, geef elkaar de rechterhand. En verzoek ik u te antwoorden op de volgende vragen. Johannes Martinus Wijntak. Aanvaardt u Wilhelmina Maria Landsberg tot uw wettige echtgenote? En belooft u getrouwelijk de plichten te vervullen die behoren tot de huwelijkse staat? Ja. Nee, wacht even. Wat is daar op uw antwoord? Ja? Ja, heel goed. Wilhelmina Maria Landsberg. Aanvaardt u Johannes Martinus Wijntak tot uw wettige echtgenoot. En belooft u getrouwelijk de plichten te vervullen die behoren tot de huwelijkse staat. Wat is daarop uw antwoord? Ja. Dan verklaar ik als ambtenaar van de burgerlijke stand dat u door middel van de wet in het huwelijk bent verbonden. Hij past. Daar gaat hij. Oh, John, hij past niet. Jawel hoor. Wel, een beetje iets voor doen. Daar is hij. Oh, afschuwelijk. Ik ben blij dat ik nog leef. Dat kan ik u wel vertellen. Oh, wat leuk dat u mij meteen herkende, meneer Buijs. Oh, maar mijn lieve mevrouw Landsberg, uw beeldenis staat in mijn geheugen gegrift. Wie zou een vrouw als u ooit kunnen vergeten? Hè? Alsof ik ben reuze gevoelig voor vleierij, hoor. Maakt u zich geen zorgen, ik ben op mijn hoede. Zal ik even een taxi bellen? Kunt u misschien nog een staartje van de ceremonie meemaken? Nee, meneer Buijs, ik ben al zo vaak in een trouwzaal geweest. Daar heb ik nou niet de leukste herinnering aan. Nee, ik ren even naar boven en dan doe ik even iets gezelligs aan, hè? Zal ik even helpen? Meneer Buijs, ik heb hier de naam een snelle tante te zijn, maar zo snel? Nee. Ik bedoel de met de koffer, niet erin. Wat saai. Après vous, madame. Après vous. Sansi, je bent er toch, natuurlijk! Oh, wat
Sansi, waar heb jij in godsnaam gezeten? Oh, broertje, wat zalig om jouw stem weer eens te horen. Ik zal het jullie allemaal straks in geuren en kleuren vertellen. Maar één ding is zeker, mensen. Jullie mogen blij zijn dat ik nog leef. Ja. Dames en heren, mag ik op dit gelukkig moment even de aandacht? Wiep en John, ik zit inmiddels al urenlang naar deze taart te kijken. Snij hem alsjeblieft aan! Goed, dan gaat hij. 1, 2. Okay. Ja. En het eerste stukje is van mijn buis. Waar is mevrouw Dobbelsteen, Koos? Waar is Mien? Ik zou het niet weten. Mevrouw Dobbelsteen, wat doet u nou? Nou, ik wou eventjes het kopje afhuizen. Oh nee, niks ervan. Geen sprake van. Ik wil niet dat u vandaag ook nog maar één vinger uitsteekt. Nou ja. Wat leuk, even zo goed dat de burgemeester meegekomen is. Hè? Ja, dat is leuk, hè? Je hebt de oude studievriend van Hans. Oh ja? Ja, ja. Nou, Nee, u gaat mee. Kom op, kom mee. Ja. Kom eens even mee. Ja, jongens. Zo, ja! Ja, gaat u maar eens even zitten. Wat is? Vooruit, op die stoel. Ga zitten. Zo. Meneer de burgemeester, mag ik u dan verzoeken? Ja, ja, bijzonder graag. Mevrouw Dobbelsteen, het is mij een groot genoegen om u hier in de min of meer huiselijke kring te mogen toespreken. 25 jaar lang bent u, hebt u lief en leed met het gezin van de ploeg gedeeld. U was voor honderden patiënten de steun en toeverlaat. En het is dan ook daarom dat het Hare Majesteit de Koningin bij koninklijk besluit van 15 januari 1993 behaagd heeft om u de zilveren medaille te verlenen, behorende bij de Orde van Oranje Nassau. Even geduld. Ja, daar is hij. Alsjeblieft. En van harte gefeliciteerd. Je moet wat zeggen, Miet. Moet het zeggen. Ik... Ik weet helemaal niet wat ik zeggen moet eigenlijk. Het is niet te geloven, hè? Dat u er al gedacht hebt op deze dag. Oh, dit is de gelukkigste dag van mijn leven. Nou, kom. En nou gaan wij feest vieren. Ja, laten we dat maar doen. Ja. Komen jullie er ook? Hebben jullie zelf